Ik heb hier in After Effects een mooi cirkeldiagram geïmporteerd vanuit, vanuit Illustrator. En de lagen waar mijn cirkels in zitten alvast even omgezet naar shape layers. Kijk daarvoor zeker nog even naar mijn vorige tutorials. Uh, want daarmee kan je dus heel erg mooi invloed uitoefenen op alles wat er in die, die shape gebeurt. Waaronder het toevoegen van een trimpath. En daarmee kunnen we ja, toffe dingen doen. Zoals bijvoorbeeld zo'n een, een diagram gaan maken. En als we dan gaan slepen aan de, de end van deze slider, dan zie je dat dit nu gebeurt. En uiteindelijk zou ik graag willen dat hij niet op een, op een kwart gaat beginnen, maar dat we hem, opzetten, dat we hem zetten op min 90 graden bij de offset, zodat hij mooi hier bovenin begint. Dus van 90 naar min 90 begint hij daar mooi met zijn 100% in, die, in het diagram. Nou, dat is een super handige. Ik wil daarnaast ook wat, wat controle gaan uitoefenen op, op al mijn cirkels die ik ga creëren. Dus in deze outlines wil ik niet mijn controller gaan, gaan stoppen. Uh, maar ik wil in mijn nul layer, mijn nul object, wil ik mijn slider control gaan, uh, gaan plaatsen. Dus vanuit mijn effects en presets, gezocht naar slider, klik en daar vinden we nu de slider. En druk op enter om het nummertje 1 toe te voegen. Uh, want dat vind ik wel handig, hè? want ik heb uiteindelijk drie cirkeldiagrammen straks. Dus met command D, D heb je gelijk nummertje 1, 2 en 3. En dat is wel heel handig om klaar te hebben staan. Nou, zoals je ziet, is alles netjes hier genummerd en gedaan. Um, dus als ik nu uh, een klik doe met Alt op het toepoortje van de end, dan kan ik gaan zeggen: nou, deze pickwip die pakken we op en die klikken en slepen we naar de slider die er nu niet meer is. Ja, en dat is een beetje lastig. Maar als we de control aanzetten, uh, dus het nul, de nullaag en hem hier op slot zetten, um, dan blijft dit venster lekker open en dan kan je gaan gaan klikken en slepen wat je wil met al die pickwips. En dan doet hij dat, doet hij dat prima. Punt, kommaatje aan het eind om de regel te sluiten van de expression die is ontstaan. En nu zal slider 1 het hartstikke mooi doen vanuit de bovenkant. Mooi toch? Nou, wat is dan helemaal de, de truc die we hierin gaan doen? We gaan nu ook een tweede diagram toevoegen. Dat is deze. Maar die willen we natuurlijk wel gaan starten. Wanneer deze ophoudt, dus als deze nu staat op 34%, dan moet dat het nulpunt zijn om weer uit verder te gaan voor het volgende partje van deze mooie uh, graphic die we aan het maken zijn. Nou, ook hiervoor voegen we weer een trim path toe op de volgende laag. En, en dan wordt de expression wel een stukje lastiger, uh, maar moet goed komen. Dus we hebben hier ook weer een aantal dingen. En te maken met die offset, ook die willen we bovenin gaan te beginnen. Vanuit daar moeten we gaan rekenen. Dus min 90 begint hij mooi hier eh, met zijn berekeningen. En ik zeg op berekeningen, want die start, die hangt natuurlijk heel erg af wat er bij slider 1 gebeurt. Dus hier bij start kunnen we zeggen: Nou, alt-klik op start. En die expression, die plaatsen we ook op slider nummer 1. Dat is het startpunt. Expression nummer 2, die we gaan plaatsen bij de end. En daarin zal wat gerekend moeten gaan worden. Want als we nu hem uh, um, direct zouden gaan toevoegen, alt-klik, en we klikken en slepen naar slider nummer 2. En, ja, hartstikke leuk, maar als we daar gaan slepen, dan gebeurt er nog niet zo heel veel. Ook omdat uh, nu de laag nog uitstaat. Um, maar dan doet hij het eigenlijk nog niet zoals we hem zouden, zouden willen hebben. Hier zitten we op uh, 44%. Um, terwijl dat eigenlijk dan hier ongeveer zou moeten zijn. Dus hij moet echt helemaal gaan opschuiven. Nou, wat wordt er dan moeilijker aan die expression? We gaan een beetje erin er, er rekenen. Um, dus als we gaan kijken naar uh, slider nummer 2. dat zouden we uh, variabele B kunnen gaan noemen. B is die. Um, dan is er altijd nog wel een A natuurlijk ook bij aanwezig. Dus ik uh, kopieer deze eventjes. Command C, command V. Maken we van die bovenste, maken we een aartje. De eerste variabele en die gaat luisteren naar slider nummer 1. Nou, in feite als we nu eens gaan zeggen, deze laag moet zijn A. Plus B. Um, dan zal die een, een heel uh, ja, stuk verder moeten gaan komen in die grafiek. Pads. En nu zie je dat die vanuit hier vertrekt. En die mooie 44% verder gaat, uh, gaat rekenen. Ja, super tof. En dat kunnen we natuurlijk ook door gaan trekken naar de laatste laag. Dus als we deze ook weer openklappen. Een trim path toevoegen. En vervolgens uh, gaan we gaan kijken naar wat daar dan weer allemaal in kan. Uh, nou, die, uh, uh, die end position. Uh, Daar gaan we zo meteen naar kijken. De start position. Um, dat is in feite dezelfde som als deze: A plus B. Dus ook weer Alt-klik. Command V. Dan zal die vanuit dat punt gaan, uh, gaan beginnen. Um, en vervolgens pakken we nu de end position. Dat is ook weer nagenoeg dezelfde code. Alleen dan nou komt er nog een slidertje bij. Ik maak het, uh, de ruimte even wat, wat groter hier: uh, triple klik. Command C. Command V. En dan wordt dit natuurlijk nummer C. Waarbij we slider nummer 3 gaan pakken. En de uiteindelijke som wordt dan A plus B plus C. En ook die slider kunnen we gaan uh, opkrikken. En wanneer we die ook zichtbaar maken, dan, uh, dan ga je hem zien staan. Alleen. Uh, Klopt hij nog niet helemaal. Dat komt omdat hij natuurlijk ook weer te ver gaat beginnen. Dus ik kies hier weer voor min 90 pads. En daarmee past hij hartstikke mooi weer aan het, aan het geheel. Ja, het enige waar je op moet gaan, gaan letten is dat die, dat die waarde mooi op 100 gaat, gaat uitkomen. Dus dit bij elkaar moet een 100% gaan zijn. Nou, kan je dat een beetje gaan, uh, gaan faken door een kleine helper te gaan toevoegen? Want je weet, een volledige cirkel is 360 graden, maar is dus in dit geval ook 100%. Dus als ik een, een tekst icon ga aanmaken um, en ik kies hier eventjes voor de 100%, um, dan zou ik daar dus kunnen gaan zeggen dat de source van deze tekst, ik vorm, vind het aan vormgeving eigenlijk prima verder, uh, want het wordt toch een template laag. Um, dus de source, die gaan we ook weer maken op deze manier. Um, en de source is niks anders dan de Whip een aantal keer uh, gebruiken voor de sliders. Dus dat is die. Die. En die weer. Um, ja, in feite kunnen we het ook weer uh, voor alles van maken. Dus uh, A is. B is. C is. Uh, het aanlaport dan de tekst A plus B plus C. En dan zal ook uh, de error gaan, uh, gaan verdwijnen. We ziet nu dat hij uh, boven de 102% uit gaat komen. Uh, dus we weten dat die uh, uh, niet helemaal oké okay is. Uh, en daarbij past hij precies op de 100%. Dit, uh, deze waarde wil ik alleen maar voor mezelf als controle laag hebben. Dus met de rechtermuisknop kan ik aangeven dat dit een guide layer gaat worden. En dan zal die niet in je uiteindelijke render naar voren gaan komen. Nou goed, de uiteindelijke animatie natuurlijk van, het, uh, van dit geheel, um, dat vindt allemaal plaats in het control panel. Um, dus we kunnen eigenlijk alle lagen hartstikke mooi gaan sluiten en de control panel openen. Um, bij de effecten vinden we de 1, 2 en 3 sliders. We um, vinden ze ook hier terug. En dus we kunnen aangeven dat we die gaan resetten. Vervolgens uh, bij frame 0 uh, daar een aantal stopwatches aanzetten. Daarna geef je je waardes in. En vervolgens heb je je grafiek gemaakt. Op deze manier. Nou, wanneer je er nog een beetje mee wil gaan tweaken, kan natuurlijk de U indrukken. En dan zie je al je keyframes uh, staan. Dan zouden we kunnen zeggen, nou, we gaan uh, deze net wat later starten. En die nog wat later starten. En we gooien er nog een Easy Ease overheen. Uh, waardoor het nog wat vloeiender gaat allemaal. Nee, je kan natuurlijk blijven doorgaan, voordat je een omweg um, En een ond wel 100, dus dat is mooi. Um, maar daarmee zie je dus hartstikke mooi alles gaan ontstaan. Nou en daarmee wilde ik je eigenlijk vooral laten zien over hoe je nu precies een, uh, een cirkeldiagram gaat maken die hartstikke mooi aan elkaar aansluit, waardoor je uiteindelijk een, uh, een toffe animatie kan gaan, uh, kan gaan creëren waar een hoop in duidelijk wordt voor de kijker. Tot de volgende.